gaan nu naar Wien. Ga ik iedere dinsdagavond en vrijdagavond. Hoe gaat het met hem? Ja, redelijk. Ik kan aardig met hem praten. Ja, dat valt best mee, ja. Maar soms neemt hij een zijweggetje. Want hij heeft psychose. Ja, en dan zegt hij wel eens dingen die voor normale mensen dan niet zo goed zijn, hè? We zijn er nu dichtbij. Wayne Remmerswall, a young Dutchman, comes in, born in Holland. Name obviously told you that. And he can throw hard, but he's limited on experience and he hasn't had much work. In his first outing 9 days ago. De mensen die je hoort, die zegt beter is er nooit geweest. Wien, Wieneke Remmerswall. Het was een hart. Remmerswall came up in the third week of June. Hij was wel fors, hij was 1,84 meter. Maar hij was niet zoals die Amerikanen. Die zijn zo breed en zo, die zijn ongelooflijk sterk. Want dat is baseball, je moet groot en sterk zijn. Dat is Amerika. Het was een droom, dat is duidelijk. Dat is ook typisch. Hij zegt, vroeger speelden de jongens bij ons, die Amerikanen bij ons, onder de naam Red Sox en White Sox. En nu speel ik zelf in de Red Sox. Dat was natuurlijk geweldig. Eigenlijk is zijn loopbaan overschaduwd natuurlijk wat er daarna eigenlijk is gebeurd. Wien Remmerswall had alles in zich om een grote honkbalster te worden. Maar zijn Amerikaanse droom kwam niet uit. In plaats van een riante Wassenaarse villa woont hij nu in een Haags verpleeghuis. Als je bij de Major League haalde, dan was je bij de show, hè? Dat kan je wel voorstellen. En hier is Reggie. Als Major League behoor je tot de elite van de maatschappij, hè? Hoe kom je de dagen door? Wat doe je op een dag? Een sigaretje roken, een koffie drinken en zo, lekker eten. Goeie wijn behoeft geen kans. Ja, klopt. Je weet toch wel goed onderscheid te maken. Ja. Hij begon met honkballen in zijn achtertuin bij SV Wassenaar. Vanuit zijn geboortehuis in de wijk Kerkenhout was hij in een paar stappen op het honkbalveld. Little boy in a baseball hat. De belevingswereld in het gezin Remmerswall met zijn vier zonen bestond uit sport. Vader Jaap Remmerswall speelde ooit voetbal bij het Haagse VUK en gaf de sportgenen door aan zijn vier zoons. Wien werd bedeeld met het dikste pakket. Wil Coats, zijn jeugdvriendje uit de wijk, en Wien waren dag en nacht op het honkbalveld te vinden. And the ball goes up and the ball comes down. Swings is bad all the way around. The world so still you can hear the sound. The baseball falls. To the ground. Hij wilde de honkballer worden, dat was vanaf het begin altijd al duidelijk. Hij wilde altijd winnen en hij wilde ook de beste zijn. Wat had hij als honkballer? Ja, iets heel apart, namelijk een gigantisch talent. Hij kon ontzettend goed gooien, ontzettend hard gooien en daardoor ook heel erg ver. Nou, misschien niet het supertalent, maar hij kon alles. Hij kon gooien, hij kon lopen, kon slaan. En dat was met honkbal, maar met voetbal ook. Hij was razendsnel en hij deed gewoon alle sporten makkelijk. Wanneer wist jij zo van, dat kan wel eens een hele grote worden? Ja, ik weet wel dat we de wedstrijden die hij gooide, hadden we eigenlijk bijna de nul al in ons zak zitten. Er werd weinig op hem geslagen. Hij had een goede harde bal en vanaf jongens af aan al. Hij had een ontzettend goede controle had hij. En hij kon bijna het balletje gooien waar hij hem hebben wilde. Was het de beste? Beste honkballer in Nederland ooit? Zeker, dat denk ik zeker, ja. Na Wassenaar volgde de overstap naar het Haagse Storks. Storks was natuurlijk een hele sterke club, altijd. En
een kei, jong, gooide natuurlijk gruwelijk hard in het begin. Maar gruwelijk hard gooien is niet voldoende om een bestaan als Major League te halen. Je moet die controle hebben. Bij Stork speelde hij met spelers als Hudson John, Ton Bordaan en Rudy Don. En werd hij als honkballer steeds completer. Maar toch moest hij nog een hoop leren. Je moest hem echt alles vertellen. En die had hem ook in zijn handschoen. Dus de werper heeft altijd zo de handschoen beet of zo, dan omdat hij rechts is en de bal eruit haalt. Had hij hem erin laten schrijven van denk na. Voordat je gooit. En dat was wel grappig. En dat was ook wel nodig, want ik kon nog wel eens wild zijn. Bij Storks raakte hij uiteindelijk goed bevriend met Frank de Groot. Ze trokken vaak met elkaar op. Woensdagmiddag gingen we dan met een aantal honkballers, onder andere Hudson John, Simon Arendel, gingen we op het Wassenaarveld, gingen we apart nog trainen. Kortom, het was een totale honkballer. Had hij ook alles in zich om prof te worden? Want daar moet je ook een soort mentale weerbaarheid voor hebben. Ja, hij was natuurlijk met zijn sport, laten we zeggen, was hij erg gefocust. En de combinatie van gefocust zijn, lichamelijke sterkte en vroeg goed honkbal geleerd, dat maakte me een hele goede kandidaat voor prof te worden. In 1974 tekende hij een profcontract bij de Boston Red Sox. 5 jaar later, op 3 augustus 1979, maakte hij als eerste Europeaan zijn debuut in de Major Leagues in de wedstrijd tegen de Milwaukee Brewers. Dat was een unieke prestatie. Alleen zijn carrière in de Big Leagues duurde slechts 2 jaar en 22 wedstrijden. Een schouderblessure stond een grote carrière in de weg. Op het moment dat hij in de Major League speelde, bij de Red Sox dan, kreeg hij een blessure in zijn schouder, de tendinitis. En dat is dan dat noemen ze een peesontsteking. De vertaling is een peesontsteking. En dat heeft eigenlijk zijn carrière een beetje op doodspoor gezet. Want op het moment dat hij het grote contract ging tekenen, kwam dit ter zaak. Gebeurde dit. Ja. En het heeft hij dan voor behandeld, maar hij bleef er last mee houden. Ging dat in zijn hoofd zitten? Blijkbaar. Ik weet het niet. Maar daar had hij in Italië ook last van. Nog, want na Amerika is hij naar Italië gegaan. Parma. En toen werd hij ondanks de blessure toch nog 2 keer de beste pitcher van Europa. Ondanks die blessure. Ja, kijk, in Nederland in Europa ging dat wel. Ja. Over de overkant van de sloot, als we het zo mogen stellen. Ja. Toen ging dat wel. Maar en dat is natuurlijk de pech voor hem geweest. Ik denk dat het allemaal wel goed ging totdat hij niet, laten we zeggen, het Major League niveau heeft gehaald. En toen hij daar ontslagen is. En toen is hij, laten we zeggen, in geestelijk en moreel verval. Is er opgetreden. Meadows is at second base. And here's Reggie. Hij was gewoon van aparte klasse in Nederland. Al jong. En hoorde daar op dat niveau te komen. Nou, dat lukte hem. En dan hier spelen tegen de Yankees, dat is natuurlijk prachtig. Hij heeft een geweldige prestatie geleverd. En hij verdient diep respect vanuit het Nederlandse honkbal. Omdat hij op dit hoogste niveau is gekomen en bovendien als werper. Nou, wat is het moeilijkste dan dat? Dat is hem gelukt. Het gekke is, het verhaal Remmerswaal is altijd het andere verhaal. Het is nooit de honkballer. Ja, maar het is ook zodanig triest. En dat is groter, belangrijker geworden dan zijn sportieve loopbaan. Pa. Meneer Remmerswaal. Meneer Remmerswaal. Ja, dat vind ik wel.
Dat is een treurig bestaan. Ja. Heel treurig. Ik ben nog eens bij hem geweest ik zou het bijna een inrichting noemen, maar het is natuurlijk een verzorgingsbedrijf, een jaar of 10 of 15 geleden. En dan voel je hoe triest zijn bestaan is. Maar goed, hij heeft dat zelf opgezocht. Ja. Hij heeft dat zelf beleefd. Ja, het is eigenlijk natuurlijk in de Verenigde Staten al ontstaan door het leven daar. Dag in dag uit honkballen en na afloop van de wedstrijd op zoek naar iets anders. Daar zit een heel bestaan en daar moet je tegen zijn opgewassen. Ik denk dat wanneer je eenvoudig uit Wassenaar komt, dat niet zomaar in je genen zit om dat ook werkelijk te volbrengen. Toen hij terugkwam, nou, wilde je gewoon eigenlijk niet zien. Hij liep je straal voorbij. Hij negeerde je gewoon. Hij is heel erg dat is wel bekend van het Amerikaanse honkbal, dat je ontzettend op jezelf moet zijn. Ja. En je moet alleen maar voor jezelf zorgen. Hij kon gewoon niet tegen dat hele van hotel naar hotel. Alleen zijn en... Ja, en als je dan iedere avond in je hotel zit, wat ga je doen? Ja, dan ga je aan de bar zitten en dan neem je er eentje, neem je er nog een paar. Ja. Maar je neemt er meer als dat het goed is natuurlijk. Dat is het grote probleem bij hem geweest gewoon. De ommekeer is Amerika geweest. Daar denk ik dat hij een heel zwaar bestaan gehad heeft gewoon. Het altijd alleen zijn, het altijd voor jezelf zorgen. Het leven in hotels, restaurants of motels. Nooit vrienden of... allemaal vrienden voor een paar uurtjes en dan blijf je toch uiteindelijk weer over in je hotel of op je hotelkamer. Zeker toen hij terugkwam vanuit Amerika, was het een hele andere Winneke Remmerswaal. Zoals ik hem herkende van in zijn jeugdtijd, totdat hij eigenlijk naar Amerika ging, was het een hele geschikte peer. Maar ja, hij heeft ons gewoon genegeerd en ja, ik heb persoonlijk geen behoefte aan om hem op te zoeken. Ik zit daar wel eens aan te denken, maar... Ja, hij heeft ons toen gewoon genegeerd en sindsdien wilde hij geen contact meer met ons. Ja, ergens heb ik dat ook wel. Hoewel ik het wel rot vind voor hem dat hij daar nou zo terecht gekomen is. De leefwereld van Win Remmerswaal is tegenwoordig klein. December 1997 raakte hij in een coma na een dubbele longontsteking met pleuritis. Nu, meer dan 10 jaar later, is hij door de opgelopen hersenschade op 56-jarige leeftijd gekluisterd aan zijn rolstoel, zijn beperkte leefomgeving en zijn 86-jarige vader Jaap. Je loopt de zak weer te saboteren. Andere kant op, meneer. Andere kant op. Oké, zo zit het wel goed, Win. Andere kant op, zei ik tot 10 keer. Nou, zo rustig, jongen. Zo, nou is het goed, ja. Ja. Dubbele longen, 48. Ja, zeg het, ga eens verder, dubbele. Dubbele longontsteking, pleuritis. Ja, ja. En toen had ik contact met het bovennatuurlijk, hè. En daarom ben je in coma geraakt, hè? Toen ben ik in coma geraakt. Ja. En nu zit ik hier gewoon... Dat is het verhaal, Wim. Ja, iedere dag. Dat heb je heel goed gezegd. Was het een mooie stad om te leven, Boston? Nou, het ging wel niet zo. Ik mis Europa. Hè. Met al die verschillende culturen. Hè. Italië, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland. Noorwegen en zo, Scandinavië. Dus ik werd Amerika een beetje zat, hè. Begrijp je? Of zijn allemaal te superficial. Oppervlakkig. Oppervlakkig, ja. Nou, dan ben ik blij dat ik hier zit, mijn vader komt trouwen, om maandag aan dinsdag. Strijdje ook of zo. Ja. Komen er nog wel eens mensen van Wassenaar Storks kijken? Nee, Frank de Groot is 1 keer geweest. Ik voel een verplichting van mezelf om daar naartoe te gaan. Van, ja, kijk hoe het met hem was. Hij was erg verbaasd. Ja. Ik had me dus 20, 25 jaar niet gezien. En toch erg verheugd. Ja. En hebben nog
ja, oude verhalen opgehaald natuurlijk. Heeft hij met jou over dingen gehad van wat zijn leven nu is? Hoe is zijn leven? Behalve televisie kijken, ja. Sigaretjes roken. Ja. Nou, ik denk dat het meer overleven is. Ja, hij zit in natuurlijk een gesloten inrichting met beperkte vrijheid. Ik denk niet dat hij wist hoe hij zijn leven nog weer in het gareel moest krijgen. Hij had toch altijd, hij had geroken aan het grote, hoorde daar niet meer bij en wist daar kennelijk geen weg mee. Ik heb inderdaad het plan om, ja, ik zou hem best nog wel eens een keertje willen ontmoeten. Dat lijkt me inderdaad wel erg leuk. Ik weet dat hij in de Robert Fleury Stichting heeft gezeten in Leidschendam. En daar is hij weg. En ik weet niet waar hij nu zit, dus dat moet ik achter zien te gaan. Het wordt toch tijd om hem weer eens op te zoeken. En ik ben het ook nu wel weer van plan om hem een keer op te zoeken. Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat. Dat zie je die krantenkoppen. Ik zit het dan net even in te bladeren. En dan zie je die oude tijd weer bovenkomen. En dan is het echt, dan zie je toch weer met dankbaarheid terug. Ja, dat is wel zo. Het feit ligt er. Het feit ligt er. En daar hebben we ons bij neer te leggen. En iedereen heeft zijn ups en zijn downs. Dus, en heuvels en dalen. En dat gebeurt nu eenmaal. Maar hij heeft mij alleen nog. En daarom moet ik wel zorgen dat ik natuurlijk wel een beetje attent blijf. Hij zegt zelf van, ik krijg lekker eten, ik rook een sigaretje en ik kijk televisie. Maar Wim was een slimme jongen. Ja. Hij kon alles. Hij kon goed leren, hij kon goed sporten. Ja. Ik vind het contrast zo ontzettend groot. Ziet hij dat ook? Heeft hij daar af en toe niet moeilijk mee? Nee, dat geloof ik niet. Dat is gekomen, lijkt mij. En lijkt mij dat door die coma. Hij is gelukkig nu met zichzelf. Want hij leeft zo, lijkt mij, ja, in zijn eigen wereldje. Zo kan je het stellen, hè? Thank you.